Zo, vandaag gaan we een topic behandelen dat nogal erg belangrijk is in de statistiek. Een hele speciale verdeling die in de praktijk nogal eens voorkomt en dat is de normale verdeling. Nu, om het niet te theoretisch te maken, is het misschien een goed idee om eerst even te starten met een voorbeeldje en eens te kijken waar we in de praktijk die normale verdeling kunnen tegenkomen. En als voorbeeld vertrekken we van een populatie met heel veel mensen erin, wat uiteraard typisch is voor een populatie, een tienduizendtal volwassenen. En er is een bepaalde eigenschap die we daarvan willen bekijken en die kunnen we dus uitdrukken met een variabele. En die variabele gaan we ook een naam geven en dat is de lichaamslengte van die mensen. Dat het een variabele is, is vrij duidelijk. Niet iedereen heeft dezelfde lengte. Dus een variabele wordt gekenmerkt door het feit dat hij een aantal mogelijke waarden heeft. De ene persoon kan 1,50 meter groot zijn, de andere persoon kan 1,80 meter groot zijn. Maar het is ook niet zomaar een variabele, het is een toevalsvariabele, een stochastische veranderlijke, omdat er een bepaalde kans gekoppeld is aan een bepaalde lengte, aan een bepaalde waarde van die veranderlijke. Dus stel eens voor dat we voor die 10.000 mensen, dus de hele populatie, de lichaamslengte opschrijven en dat we dan in een grafiekje, in een zogenaamd histogram, proberen te kijken wat de situatie bij deze 10.000 mensen is. Nu, bij een histogram heb je altijd de keuze om een klassebreedte te nemen. En in het eerste voorbeeld heb ik een klassebreedte genomen van 10 centimeter. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld alle mensen die een lengte hebben tussen 1,50 meter en 1,60 meter, dat die samen in één klasse zitten en zo verder. En dan krijg je dit beeld, dus een soort staafdiagram. Nu, het gaat hier over een continue veranderlijke, wat wil zeggen dat het staafdiagram een andere naam krijgt, een histogram. En heel belangrijk om daarbij te beseffen is dat de oppervlakte van zo'n balkje overeenkomt met de frequentie van mensen die zich in dat balkje bevindt. Dus als je wil weten hoeveel procent van de mensen tussen 1,50 meter en 1,60 meter zit, dan ga je dus dat balkje bekijken dat zich situeert tussen 1,50 meter en 1,60 meter. En door de oppervlakte te berekenen, basismaal hoogte, kan je dan de frequentie bekijken. Nu, de vraag kan natuurlijk zijn, wat gebeurt er nu als we het histogram, als we dat gaan verfijnen, als we de klassebreedte wat gaan verkleinen. We zijn vertrokken met 10 centimeter, laten we die klassebreedte eens halveren en laten we eens hetzelfde beeld bekijken, maar dan voor een klassebreedte van 5 centimeter verder dezelfde populatie. Dan zie je natuurlijk dat zo'n balkje bijvoorbeeld tussen 1,50 meter en 1,60 meter, dat verdeeld zal worden in twee kleinere balkjes. We zullen één balkje krijgen dat zich situeert tussen 1,50 meter en 1,55 meter. En we zullen een tweede balkje krijgen dat zich situeert tussen 1,55 meter en 1,60 meter. Natuurlijk, de frequentie van mensen die zich bevindt tussen 1,50 meter en 1,60 meter moet dezelfde blijven. Dat wil zeggen dat de oppervlakte van dit ene balkje uiteraard gelijk moet zijn aan de som van de oppervlaktes van die twee andere balkjes. Maar verder krijgen we dus hetzelfde probleem, hetzelfde beeld en kunnen we dus die populatie op dezelfde manier bekijken. Uiteraard kan je die procedure verder zetten. Ik heb dat dan ook eens gedaan. Ik heb het nog een beetje verder verfijnd. Hier zitten we al met een klassebreedte van 1,25 centimeter. Uiteraard zeer fijne balkjes. Het idee is nog altijd hetzelfde. Als ik de frequentie van mensen wil kennen die zich bevindt tussen 1,50 meter en 1,60 meter, dan hoef ik gewoon alle balkjes die zich daartussen situeren, de oppervlakte ervan te berekenen en die bij elkaar op te tellen. Natuurlijk, als je blijft verfijnen, dan kan je op een bepaald ogenblik op die tekening de balkjes nog amper zien. En dan zou je dat een beetje kunnen idealiseren. En dat heb ik op mijn laatste slide ook even gedaan. Ik heb daar eigenlijk gewoon vlot over die balkjes die je nog amper zag een lijntje getrokken. En dan krijg je wat men noemt de dichtheidsfunctie. De dichtheidsfunctie van de veranderlijke lichaamslengte. En dan kan het vaak gebeuren in de praktijk dat het beeld dat je krijgt, typisch het beeld is dat je op de slide ziet, en dat je dus zo wat men noemt een soort klokvormige curve gaat krijgen. De reden waarom het klokvormig is, heeft te maken met, vroeger had men klokken die er ook zo uitzagen, dus vandaar de naam klokvormig, bell-shaped in het Engels zeg maar wel eens. En als je deze curve te zien krijgt, dan is een typische curve, dan hebben we wellicht te maken met de normale verdeling. En het is niet zo toevallig dat die bijvoorbeeld bij lichaamslengte opduikt, want er zijn heel veel eigenschappen waarbij dat standaard nogal gemakkelijk gebeurt. Bijvoorbeeld het IQ is ook zo'n eigenschap. Als je die voor heel veel mensen gaat uitzetten en je verfijnt je histogram, dan kom je op het einde ook op een dergelijke figuur uit. Dat is dus het topic van vandaag, dus daar gaan we nu een klein beetje verder op inzoomen. Ik wou alleen maar het voorbeeld laten zien dat het niet zomaar iets theoretisch is, maar dat je in werkelijkheid in de praktijk die dingen dus wel vaak kan tegenkomen. Goed, laten we eens even op die curve wat inzoomen. Uiteraard, zoals het in de wiskunde gaat, kunnen we heel vaak op een curve, op een grafiek, proberen om daar een functievoorschrift op te plakken.
En bij de normaalverdeling is dat niet anders. Alleen is het functievoorschrift niet zo'n fijn functievoorschrift. Maar toch eens eventjes opschrijven. Eigenlijk met de bedoeling om het snel weer te vergeten, maar toch ook wel omdat er een aantal dingen opduiken die we dan misschien toch wel kunnen onthouden en kunnen gebruiken. Dus als ik die dichtheidsfunctie voor een normale verdeling eens even probeer op te schrijven, dus een functie die afhangt van een variabele, dan ziet die er tamelijk verschrikkelijk uit. Het ziet er namelijk zo uit, 1 over wortel 2 pi maal sigma kwadraat, een Griekse letter die ik zo meteen even zal toelichten. En dan komt daar nog een stukje met een e achterin, e tot de macht min 1 over 2 x min mu over sigma kwadraat. En opnieuw duikt daar een tweede Griekse letter op. Nu, die twee Griekse letters zijn in de statistiek geen echte onbekende. Mu staat voor het populatiegemiddelde en sigma staat voor spreiding rond dat populatiegemiddelde, heet dan ook de standaardafwijking. En die twee zijn op de tekening terug te vinden. Want als ik even de tekening van die normaalverdeling opnieuw zo wat hermaak, krijgen dus die klokvormige curven wel een redelijk symmetrische tekening. Dus ik kan verwachten dat het gemiddelde van een dergelijke verdeling ook effectief in het midden ligt. En dat is ook zo. Dus hier vind je die Griekse letter mu terug. Dat is het populatiegemiddelde. Spreiding heeft te maken met hoe kunnen de gegevens verspreid zijn rond dat gemiddelde. Dat wil zeggen, liggen alle punten geconcentreerd in dat gemiddelde of kan daar toch wel wat afwijking op zitten. Het zal dan ook niet verbazen dat die standaardafwijking, die letter sigma, die dus over spreiding gaat, dat die dan ook in de breedte van de figuur ergens terug te vinden is. Je kan natuurlijk zelf bedenken wat er gaat gebeuren als je met deze parameters wat gaat spelen. Als je je gemiddelde groter maakt, dan gaat de hele figuur uiteraard opschuiven. Als het gemiddelde kleiner wordt, schuift die ook op naar de andere kant. En uiteraard, als je met de spreiding gaat spelen, ga je een bredere of smallere figuur krijgen. Belangrijk is wel dat, aangezien hier het gaat over frequenties, deze grafiek 100% moet voorstellen. Betekent dus bijvoorbeeld ook als die smaller wordt, dat de curve ook hoger zal moeten worden om die 100% daar nog onder te krijgen. Goed, dus in die zin kan ik eigenlijk vanaf nu deze moeilijke formule zo'n beetje vergeten. Maar het is toch wel belangrijk om de figuur zelf te onthouden en dus te weten waar het gemiddelde zich bevindt en de spreiding, de standaardafwijking. En dan komt natuurlijk de vraag, hoe kunnen we nu kansen gaan berekenen met zo'n normale verdeling? Als we eens even teruggrijpen naar ons voorbeeldje, daar hadden we dus de lichaamslengte, dus een variabele. En we hadden dus ontdekt dat die een normale verdeling volgde als we het histogram voldoende verfijnden. En dat kunnen we dan als volgt noteren. Standaard noteren we x-golfje, betekent x heeft als verdeling. En als het dan een gekende verdeling is, kunnen we er ook een naam aan geven. Het gaat hier over een normaal verdeling, dus gaan we dat ook op die manier aangeven. En dan zijn we zitten nog met wat haakjes waar we de parameters vermelden. Wat zijn de parameters? Wel, in dit soort problemen heb je eigenlijk twee parameters. We hebben daarnet gezien dat deze figuur eigenlijk van twee zaken afhangt. Zijn gemiddelde en zijn standaardafwijking. Wel, die twee parameters en de waardes daarvan, die worden dan ook vermeld tussen de haakjes bij de normaalverdeling. Dus als we het even hebben over die lichaamslengte, dan is het wellicht redelijk om als voorbeeld iets te nemen in deze stijl. Het gemiddelde zal misschien rond 1,70 meter hangen. Laat ons zeggen 170,2. En de standaardafwijking zal iets zijn in de orde van 15. Nu is het wel zo dat we als tweede parameter niet zozeer de standaardafwijking gebruiken, maar de variantie. En die is het kwadraat van de standaardafwijking. Dus hier zou ik dan moeten zetten 15 standaardafwijking in het kwadraat. Dat geeft ons dan de variantie. Goed, stel nu dat ik uit zo'n populatie, die op die manier normaal verdeeld is, willekeurig een persoon eruit pik. En dat ik mij afvraag, wat is nu de kans? Wat is de probability, vandaar de letter P, dat dat een persoon is die zich bevindt met een lengte tussen 1,60 meter en 1,80 meter. En dat ik deze vraag wil oplossen. Ik kan de vraag ook anders formuleren. Wat is de frequentie van mensen die zich bevindt tussen 1,60 meter en 1,80 meter? Laat ik eens even teruggaan naar mijn voorbeeldje en eens kijken hoe ik die vraag kan oplossen door helemaal vooraan terug te beginnen. Dat wil zeggen met de klassebreedte van 10 centimeter, als we eens even teruggaan. Dit was onze eerste figuur. Wat kan ik dan doen? Ja, we hebben daar straks gezegd dat de oppervlakte van de balkjes de frequentie voorstelt. Dus wat ik in dit geval zou moeten doen, dat is eigenlijk kijken naar het balkje tussen 1,60 meter en 1,80 meter. Daar de oppervlakte van berekenen. En op die manier kan ik dan de frequentie te weten komen. En dat is meteen ook deze kans. Ja. Natuurlijk, op deze eerste figuur is dit toevallig wat moeilijk, omdat ik balkjes heb die bijvoorbeeld lopen van 1,65 meter tot 1,75 meter. Nu, als ik één stapje verder ga, naar de klassebreedte van 5 centimeter, dan kan ik daar perfect vier balkjes vinden tussen 1,60 meter en 1,80 meter, de oppervlakte daarvan berekenen en die bij elkaar optellen. Dus ik zou kunnen zeggen,
eigenlijk is dat de som van de oppervlaktes van een aantal balkjes op zo'n histogram. Goed, nu, als we het wat verder doorzetten, dan kunnen we dat natuurlijk blijven herhalen. Als ik kijk nog eens naar die verfijnde tekening met een klassebreedte van 1 cm en 25 achter de komma, dan kan dat ook. Natuurlijk zijn er dan op dat moment al 16 balkjes tussen 1,60 m en 1,80 m. Ik kan dus perfect die oppervlaktes berekenen en die bij elkaar optellen. Maar het werk wordt natuurlijk tamelijk groot en als ik nog een beetje verder verfijn, dan is het op de duur eigenlijk niet meer doenbaar. Dus de vraag is natuurlijk, kan ik op die meer geïdealiseerde tekening, waar dat we zo over de balkjes heen getekend hadden, de dichtheidsfunctie, dit voorbeeld ongeveer, kan ik dat daar ook mee doen? Dat kan uiteraard, aangezien ik hier de oppervlaktes van de balkjes bij elkaar optel, is het niet onlogisch om dan op deze figuur ook even te kijken waar vind ik 1,60 m, waar vind ik 1,80 m. In de vorige stap stonden daar nog een aantal hele kleine balkjes waarvan ik de oppervlaktes bij elkaar moest optellen. In deze geïdealiseerde tekening kan ik dus volstaan met de oppervlakte te berekenen onder de curve van de normaalverdeling. En dat is precies waar we die dichtheidsfunctie kunnen voor gebruiken. Dus een klein beetje vervelend. Op zich is het heel makkelijk om te zeggen van bereken die oppervlakte. De meesten onder u hebben waarschijnlijk vroeger in wiskunde gezien dat een oppervlakte onder een curve berekend kan worden met een integraal. Dat is allemaal goed en wel, maar dat is een beetje vervelend natuurlijk, want dat zou betekenen dat ik dus hier een integraal moet berekenen die begint bij 1,60 m, die eindigt bij 1,80 m. En dan komt het probleem van die dichtheidsfunctie die we daar straks hadden opgeschreven. En dat is eigenlijk het grote probleem. Die dichtheidsfunctie met die E-macht enzovoort is zodanig ingewikkeld dat het bijzonder moeilijk is om deze integraal te gaan uitrekenen. Dus moeten we daar een andere oplossing voor vinden? Nu, gelukkig kunnen we software inschakelen uiteraard. Nu, achter de schermen wordt die integraal er uiteraard dan ook berekend, wellicht op een numerieke manier. Of we kunnen tabellen proberen te maken waar we proberen om bepaalde stukjes, bepaalde oppervlaktes uit die grafiek al aan te geven. Alleen is er dan één probleem als ik zo'n tabelletje wil gebruiken. Dat is het feit dat dat gemiddelde hier in principe oneindig veel mogelijkheden kan hebben. In dit voorbeeld is het nu toevallig 170,2. Als ik het heb over IQ zal het rond de 100 liggen. Er zijn dus oneindig veel mogelijkheden, zowel positief als negatief. En bij sigma zit ik met dat probleem ook. Sigma is standaard afwijking, spreiding is altijd wel positief, maar eigenlijk kan dat getal in principe liggen tussen 0 en plus oneindig. Dus in feite zijn er oneindig veel normaalverdelingen die qua vorm allemaal er zo uitzien. Dus als ik een tabel zou willen maken om oppervlaktes op voorhand al uit te rekenen, dan wordt het een beetje problematisch, want dat zou betekenen dat ik eigenlijk oneindig veel tabellen nodig zou hebben. En daar is gelukkig een oplossing voor en dat heeft eigenlijk puur een technische reden. Het is namelijk zo dat er een manier bestaat om elke berekening die je op een normaalverdeling wil doen, deze of een andere, om die te herleiden tot een berekening met altijd dezelfde normaalverdeling. En dan volstaat het uiteraard ook om van die ene normaalverdeling een tabel te maken. En die speciale normaalverdeling krijgt dan ook een bijzondere naam. En omdat dat het topic is van de volgende les, zal ik die misschien ook al aangeven in een ander kleurtje. Dat is de zogenaamde standaard normaalverdeling. Dat is dus ook een normaalverdeling, maar waar we voor de parameters mu en sigma kwadraat, gemiddelde en variantie, toch twee heel specifieke, makkelijke waardes gebruiken. En standaard omdat dat hetgene is waar we altijd kunnen naar terugkeren om al onze berekeningen uit te voeren. Nu, wat is er dan speciaal aan die standaard normale verdeling? Wel, die ziet er eigenlijk als volgt uit. Het is een normale verdeling waarbij we als gemiddelde 0 nemen en waarbij we als variantie 1 nemen, wat dus ook wil zeggen dat ook de standaardafwijking 1 is. We gaan er ook een speciale letter voor reserveren. Dat is een afspraak. We gaan die altijd noteren met de letter z. Dus als je het hebt over normaalverdelingen en je komt de z tegen als naam, dan gaat het altijd heel specifiek over die standaard normaalverdeling. Nu, als we die eens even tekenen, dan ziet die er natuurlijk uit zoals onze normaalverdeling die we al hadden. Al die normaalverdelingen hebben zo'n beetje dezelfde vorm. Maar er zijn een aantal leuke eigenschappen aan, want uiteraard het gemiddelde is 0. Dat wil zeggen dat de 0 hier in het midden ligt. De breedte, iets minder belangrijk, is dus 1. Maar wat daar wel heel plezant aan is, zeker als we daarmee gaan werken, dat is dat je hier die 0 in het midden hebt. En dat de symmetrie dus zeer eenvoudig is, want als je een plus 3 hebt aan de ene kant, dan heb je een min 3 aan de andere kant bijvoorbeeld. Dat ligt in het algemeen wel moeilijker, want als je in het voorbeeld van de lengte als gemiddelde hebt 170,2, dan betekent symmetrie bijvoorbeeld 172,2 en 168,2, wat eigenlijk een veel moeilijkere vorm van symmetrie is. Goed, tot daar de kennismaking met de normaalverdeling.
Het werk dat we de volgende keer moeten doen is dus leren rekenen met deze standaard normaalverdeling, bekijken hoe we die tabellen daarvoor kunnen gebruiken en dan natuurlijk ook te weten komen hoe je voor een andere normaalverdeling je berekening kan herleiden tot de standaard normaalverdeling. Maar dat lijkt mij een perfect topic voor een volgende les.